We staan in het Spectrum in Schijndel. En ja, hier langs mij staan Bart, Elle. Peer. En Vincent. Ja. En 10 november is hier iets speciaals te doen. Wat is hier te doen? Nou, iets fantastisch. We hebben een verbindingsfestival, eigenwijs noemen we het. Het gaat over 27 mini-lezingen van over allerlei fantastische onderwerpen van mensen zoals jij en ik. En die hun passie en hun kennis willen delen met iedereen. Een mini-lezing van een kwartier. En hoe zijn jullie erop gekomen, Peer? We waren eigenlijk allebei geïnspireerd geraakt door elkaar eigenlijk. Ja. En toen hebben we eigenlijk elkaar opgezocht en gevraagd van, kunnen we niet iets samen gaan doen inderdaad? Nou ja, daar is onder andere dit uitgekomen. En we hebben eigenlijk alleen maar goud. We hebben nou vanavond de eerste bijeenkomst om te kijken waar we allemaal nog kunnen, nog meer kunnen verbeteren, zou ik maar zeggen, wat er allemaal nog moet gebeuren. En ja, ik ben al zo geraakt vanavond alleen al door de mensen die er zijn die de mini-lezingen komen geven. De mensen die op de festivalmarkt staan. Mijn familie wordt steeds groter en groter. Dat vind ik zo mooi. Voor wie is dit eigenlijk? Wie is hier welkom? Eigenlijk iedereen. Iedereen die verbinding zoekt, iedereen die kennis wil opdoen, iedereen die geïnspireerd wil worden. Iedereen die denkt, ik heb nog nooit iets meegemaakt, laten we maar eens gaan kijken, omdat het zo afwisselend is. 27 mini-lezingen en elke keer een nieuw onderwerp. En dan de festivalmarkt, waar ook nog van alles inspirerends en leuks te koop is. Of misschien wel te lezen, te zien, wat dan ook is. Dus ja, er is voor ieder wat wils. Je gaat zelf ook een lezing doen, toch? Ja, ik ga de lezing herprogrammeren geven. En herprogrammeren is eigenlijk, ja, we hebben het hier al in verschillende vormen gehoord, hè, frequenties, energieën. Maar dit gaat echt over hoe mensen geprogrammeerd zijn in het dagelijkse leven. Dat is me goed ook, anders zou jij dit ook niet kunnen doen. Maar daar waar ze last van hebben, daar kunnen ze herprogrammeren. En er zijn hele simpele tools voor. Dus allemaal een beetje de wereld een stukje mooier maken, zodat je ook lekkerder in je vel komt te zitten. Dat is de missie. Hoeveel mensen kunnen hier binnen? Nou, hier kunnen heel veel mensen binnen. De zaal waar we hier zitten, hoorden we net dat er 250 mensen binnenkomen. Dus we hebben verschillende badges. En nou, degene die het hardste gaat, een badge die het hardste gaat, die zit dus hier met 250 mensen. En de andere zalen zitten ongeveer 80, 100 mensen. Dus in totaal zitten we ongeveer op 450 mensen te wachten, te denken. Maar ja, die gaan zeker iets heel moois beleven. En ja, we zijn vooral benieuwd. En nou, de eerste aanmeldingen die zijn er. En rustig aan gaat het gestaagd meer worden. Wow, dit is echt wel klasse vanuit mijn hart. Vanuit mijn vader en ik. Vanuit mijn hart zeggen echt van wat jullie hier neergezet hebben. Dat is echt fenomenaal. Alleen ja, we hebben ook de hulp nog nodig van de kijkers. Dat is in ieder geval delen. En als je iemand kent die een lezing geeft en je deelt dat bericht en die komt bovenaan dat daar de meeste aanmeldingen voor zijn, ja, dan staat die in deze schitterende zaal. Hè? Dus ja. Schiet op met onmelden, want de uurste 250, die mogen dus ook naar de lezing naar de rand komen van Peter Vreeken. Dus, ja. En wat komt die doen? Die komt een heel mooie lezing geven over zijn weg naar de waarheid. Dus wat wij heel belangrijk vinden in dit festival is dat de waarheid verteld mag worden en dat die bediscussieerd mag worden met elkaar. Maar men moet wel openstaan voor allerlei onderwerpen. Want iedereen moet op zoek naar de waarheid. Dat is dus eigenlijk ook een soort herprogrammeren. Hè? Ja. Dus dat we op zoek mogen gaan naar onze eigen waarheid en onze eigen schat opgraven. Nou, laten we hiermee afsluiten. Ik wordt het ook over is wat wij nou doen? Verbinden. Verbinden. Verbinden, verzacht en verbinden maakt, ja, zorgt ervoor dat het hart open gaat. Hè? Dus, ja, leuk om samen te werken. Ja. Geweldig. Hey, we gaan er vanuit tot 10 november. Van harte welkom in Schijndel, in Spectrum. Ja, bye bye. Oh,